Hoe veilig zit jouw kind in de auto? Waarschijnlijk denk je net zoals de meeste ouders dat je kind goed zit. Terwijl uit onderzoek van Taskforce Kinderveiligheid blijkt dat dit in 73% van de gevallen veiliger kan. Zo blijkt dat 15% van de kinderen in de verkeerde autostoel zit. Veel ouders stappen te vroeg over naar een volgend autostoeltje. 33% van de autostoeltjes is niet juist bevestigd. En 41% van de kinderen blijkt niet goed vast te zitten. Om ouders te helpen hun kinderen te beschermen, heeft Taskforce Kinderveiligheid een 3-stappenplan gemaakt. Stap 1. Controleer of je kind wel de juiste autostoel heeft. Kies altijd een stoeltje met een ECE-keurmerk. Voor baby's tot 13 kilo gebruik je een babyautostoel. Gebruik de stoel zo lang mogelijk. Het is geen probleem als de beentjes van je kind uitsteken. Pas als de oren van je kind boven de rugleuning uitkomen, is het tijd voor het volgende stoeltje. Is jouw kind tussen de 13 en 18 kilo? Kies dan een kinderautostoel. Voor kinderen vanaf 18 kilo maak je gebruik van de zittingverhoger. Dit doe je tot ze 1,35 meter lang zijn. Je kind zit het veiligst in een zittingverhoger met rugleuning. Is jouw kind langer dan 1,35 meter, dan kun je overstappen naar de autogordel. Nu je de juiste stoel hebt gekozen, is het tijd voor stap 2 en 3. Stap 2. Check of je de stoel goed hebt bevestigd. Stap 3. Controleer of je kind goed vastzit. Pak de handleiding van de stoel er nog eens bij en let op de volgende punten. Een babyautostoel plaats je tegen de rijrichting in. Bij de babyautostoel moet de heupgordel door de geleiders lopen. De diagonale gordel moet achter de haak zitten. Zorg dat je de airbag uitzet als je je kind op de voorstoel vervoert. Zet je kind vast met de driepuntsgordel van het stoeltje en trek de gordel strak aan. Kijk bij de kinderautostoel waar de autogordel moet lopen en trek de gordel strak aan. Maak je kind vast met de vijfpuntsgordel. Check of de gordel niet gedraaid zit en trek ook deze strak aan. De bevestiging van de zittingverhoger test je het beste samen met je kind. Check of de heupgordel netjes over de heupen loopt en niet over de buik. Doordat je kind hoger zit, loopt de gordel niet in de nek, maar over de schouder. Kijk of je kind met gebogen knieën kan zitten. Anders kan je kind onderuit hangen en bij een botsing onder de gordel doorschieten. Gebruik de gewone autogordels alleen als je kind de knieën goed over de zitting kan buigen, terwijl de billen tegen de rugleuning zitten. Ook moet de gordel over het midden van het sleutelbeen en strak over de heupen of bovenbenen lopen. De heupgordel mag niet onder de buik lopen. Als er Isofix-aansluitingen in je auto zitten, kun je ook voor een Isofix-stoel kiezen. Hiermee is het goed bevestigen van de autostoel makkelijker. Let op, vergeet niet het derde bevestigingspunt. Dit is een poot die voor de stoel op de grond leunt of een band die over de rugleuning naar achteren loopt. Kinderen zijn kwetsbaar. Zorg daarom dat je dit stappenplan volgt. 1. Kies het juiste stoeltje. 2. Zorg dat de stoel goed is bevestigd. 3. Zorg dat je kind goed vastzit. Een eenvoudig stappenplan, maar wel zo veilig. Kijk voor meer informatie op www.veiligheid.nl/in-de-auto.